Doet u thuis om het milieu te verbeteren? Niks. Helemaal niks. Nee. Breda Nu. Het komt vandaag met bak uit de lucht, maar dat houdt ons niet tegen. Wij gaan gewoon een nieuwe vraag op straat opnemen. En wij vroegen ons deze week af, aangezien de boeren geprotesteerd hebben dat ze moeten halveren, wat mensen anders doen om het milieu te verbeteren. Zonnepanelen. Ik ben een van die mensen die al een warmtepomp heeft. Wat is een warmtepomp precies? Die vraag zou u eigenlijk niet moeten stellen. Minder plastic. Minder plastic en dan dat recyclebare plastic? Ja, als het kan. Ik heb tasjes speciaal gekocht daarvoor. Ja, dat gaat natuurlijk over die hele energietransitie. Warmtepomp is de meest efficiënte manier om je huis te verwarmen. Zij het natuurlijk dat je dat in combinatie doet met bijvoorbeeld vloerverwarming. Betekent dat ik 70% minder energie gebruik om mijn huis te verwarmen dan mijn buren, bijvoorbeeld die op gas of elektrisch verwarmen. Je probeert met afvalscheiding goed bezig te zijn. Ja. Ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat het daar heel ver bij ophoudt. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Je moet minder gaan vliegen. Er is veel meer natuurlijk wat je kan doen. Maar dat is allemaal nog maar in een beginstadium, denk ik. We moeten allemaal veel meer bewust worden van wat je kan doen. Je probeert je best te doen in ieder geval. Vliegen doe ik nog wel graag, moet ik toegeven. Dat is ook niet goed voor het milieu, hè? Wat doet u wel om het milieu juist te verbeteren? Ik fiets veel. Pak weinig de auto. Ik scheid het afval heel netjes. Daar letten we goed op. Wij komen uit een boerenstreek. Dus die boeren die wij kennen, of die ik ken dan althans, die doen daar best veel voor. Ja, minder stoken, ja. Dat is al. En als ik straks een nieuwe auto koop, dan ga ik eens nadenken op wat. Misschien zou je ook minder vlees kunnen gaan eten. Okay. Heel belangrijk, vind ik. Ja. Probeer ik ook. Wat duurzamer bezig zijn. Maar ja, ik bedoel, ik denk dat dat echt in de kinderschoenen staat. En we moeten ons wel allemaal daar heel bewust van worden. Want het is wel heel belangrijk. Ja, je krijgt overal een mooie tas. Nee, die hebben we net nog. We hebben net gezegd, kijk, plastic willen we niet. Nee. Dus. Nee, je hebt net van de slager een tas. En die neem ik altijd mee. En dan laat ik alles in doen. Nou, dank. Iedere keer een ander tasje. Ik ben heel goed bezig, vind ik zelf, de laatste tijd meer en meer bewust dat we allemaal wel een heel klein beetje bij kunnen dragen. Dus het scheiden van dingen, geen voedsel meer weggooien, maar dan gewoon maar eens een keer een pannetje maken met van alles en nog wat erin. Met douchen, niet te veel water gebruiken, verwarming pas aan als het echt heel hard nodig is. Allemaal zulke dingen. Breda Nu.